Heb je iets gemist op de televisie en mist er beslist wat voor je hele visie? Dan kijk je online zondagochtend naar Siem om alle hints en theorieën te zien. Nee, we zoeken de modders met elke tip, zoals altijd omgekeerde agolocisme, omgekeerde psychologie. Er is een mol, maar de vraag is wie de mol? Wie is de mol? Zoveel hints, mijn brein loopt vol. Simon zonder Nick en Tol. Abonneer voor hints en lol, de mol. Wie is de mol? Zoveel hints, mijn brein loopt vol. Simon zonder Nick en Tol. Abonneer voor hints en lol. Ja mensen, het is bijna zover, de ontmaskering van Wie is de Mol, en ik ben echt ontzettend zenuwachtig. Ik heb nog meer zenuwen dan bij mijn eerste date. En nu hoor ik je denken, Siem, date jij? Ja, ik ben ook wel eens op een date geweest. Eén date, en ik vraag me nog steeds af hoe dat iets is geworden, aangezien ik ontzettend zenuwachtig was. En nu heb ik gewoon nog meer zenuwen voor de ontmaskering van Wie is de Mol. Ik zit er helemaal lekker klaar voor, op mijn bedje, voor de tv. Ik heb chips erbij. Ik heb drank erbij. Of nou ja, drank. Frisdrank. Ik lijk niet alleen 17 jaar. Ik drink ook als een 17-jarige. Ik doe niet aan alcohol. We gaan zien wie de mol is van dit seizoen. Ik word nu al helemaal gek. Ik hou het niet meer. Ik ga beginnen. Oké, dit is het gemaskerde bal. Hier hebben we al die tijd op zitten wachten. Ja, en wie komt daar aanrijden? Dat is de vraag. Ik ben trouwens echt benieuwd of we het antwoord krijgen wat die maskers in de lieder doen van die figuren. Welkom bij AfroTros. Dit is live de ontknoping van Wie is de Mol? Wie van onze finalisten is de mol? Is het Everon? Is het Freesia? Of is het Kim Lian? Freesia, wie is kom de op. Winnaar? Wie is de mol? Oh, dan krijgen we nog de hele leader nog een keer. Ik hoop gewoon zo dat het Freesia is. Dan zit ik gewoon vanaf het begin weer een keertje redelijk goed. Er klopt toch gewoon iets niet aan haar. Ze is zo fanatiek. Zo'n goede kandidaat. Maar ze verdient eigenlijk helemaal niks voor in de pot. Dat klopt gewoon niet. Maar ja, dan zul je wel weer zien dat het Kim Lian is met haar stomme maskerhint. Of Everon. En ik wil gewoon niet dat Max gelijk heeft. Dat mag gewoon niet. Met zijn kip sushi. Ja, dit gaat natuurlijk wel een half uur duren of zo, voordat we weten wie het is. Hoe heb jij dat ervaren? Jezus man, wat een vraag, Rick. Ik denk, we beginnen meteen met de onthulling van de mol. Maar nee, ja, precies, dat hoofd ging ook. Ja, maar wat ik sorry voor het gekraak. Het mooiste vond, was dat ik al wist bij weggang. Dus dit is stress eten wat ik nu doe. Voor het eerst in de geschiedenis van Wie is de Mol konden de kijkers, jullie dus, via een live verbinding aanwezig zijn bij de start van de zoektocht naar de mol. En tijdens die livestream moesten jullie allemaal een pleidooi houden waarom jullie niet de mol waren. En voor de livestream hadden we een promo met de ogen van Kim Lian. Oh, en als Everon dus de mol is, dan gaat er gewoon 5000 euro nog uit de pot. Nee, heeft hij gewoon de hele tijd achterover kunnen hangen. Hij hoeft er toch niks meer te doen. Thomas, voor jou zo bijzonder. Wat een held is dat, ja, oké? Twee dingen. Het avontuur. En dat is gewoon het hele idee van je staat 's ochtends op. En de wensmol gezegd, van Sam, hè? Gaat die ontmaskering nog komen of hoe zit het? Ze zitten die spanning maar op te bouwen hier zo. Gaat het nou komen? Structureel gaat geld het nu kost. Komen? Het is hoog tijd om erachter de te komen. De ontmaskering gaat komen. Rustig. Haal adem. De ontmaskering. Blijf aan. Het zou zonde zijn als ik nu dood neerval vlak voor de ontknoping. Hier zijn de finalisten. Everon, oh jee. Freesia in een masker. En Kim. Ze hebben allemaal zo'n het zijn drie mollen. Laten we het antwoord op die ene vraag niet langer uitstellen. Wie is de mol? Oh, daar gaan we jongens. Daar gaan we. Dit is het moment waar we al die tijd op hebben gewacht. Ja, dit hebben we allemaal al gezien. Ja, nu herken je ook steeds meer kandidaten, hè? Dit hebben ze wel echt heel vet gedaan, hoor, zo. Alle afvallers op een rijtje. Gaan ze nou één voor één een masker afdoen? En dan als laatste de mol, of zo.
Oh, nog steeds niet. Oh, ze zitten allemaal achter zo'n masker, wat? Is dat waarom we Kim Dian ook zien? Mijn hart. Nou. Ik ben de mol. Nee. Nee. Oh nee. Niet Efron. Ik was er zo bang voor. Nee. Hoe dan? Hoe dan? Nee. Ook alle moloten. De moloot YouTubers zitten gewoon allemaal fout. Echt bijna iedereen zegt Freesia, Max, zegt Kim Dian. De thermometer zegt Kim Dian. En het is gewoon Efron. Nu ben ik echt wel heel benieuwd naar de officiële hints. En met een beetje fantasie kan je op dat tapijtenletters, waar ze mee beginnen, dat tapijtenletters E-H zien. Efron hoi. We moeten het toch behandelen, Max. Het is een video over Efron. We moeten wat? Ja, de opdracht aftroeven zou een hele vergezochte anagramhint kunnen zijn. Ja. Af, troeven. T, oh. Roeven. Haal ja, je dus oh, ja, dat gedoe, ja. De T eraf, ja. Heb je roeven over. Roeven. En dat is een anagram voor Efron natuurlijk. Aflevering 1. Ja. Efron had een shirtje aan. Dat shirtje met 33. En op de achterkant stond Bird. Vogel. Vogel. Even vertaald. Ja, en op de vlag van Albanië staat natuurlijk een vogel. Oh nee. Mijn vriendin heeft wel gelijk. Ik had naar jou moeten luisteren. Nee. Heb je de mol gezien? Is het nu tijd voor Siem? Ieder weekend praten wij over de theorie. Vergezochte hints en de psychologie. Pak je molboekje erbij, want het is tijd voor Siem. Heb je de mol gezien? Is het nu tijd voor Siem? Ieder weekend praten wij over de theorie. Vergezochte hints en de psychologie. Pak je molboekje erbij.